PSV moet zich zien te revancheren voor de blamage in het bekertoernooi. De Eindhovenaren verloren in eigen huis van eerste divisionist RKC Waalwijk met 2-3. Ze zijn dus uitgeschakeld en daar is de trainer niet over te spreken. Verliezen kun je, um, maar kijk, op de manier waarop heb ik, heb ik moeite mee, dat heb ik zo gezegd. We hebben gewoon een idee van voetballen en dat je alles geeft, nou, ik vond niet dat dat aanwezig was. In de wedstrijd om de KNVB-beker speelde PSV met een B-team. Geen enkele basisspeler deed mee vanaf het begin. Ook Steven Bergwijn niet, want die was nog niet fit. De komende wedstrijd tegen Vitesse is hij er wel bij. De Arnhemmers staan vijfde in de competitie en die versla je dus niet zomaar. Het is een uh, moeilijk te bespelen ploeg, Waarom? omdat zij uh, anders spelen dan de meeste tegenstanders. Oh. Anders. Zij vullen dat anders in dan, uh, dan een standaard uh, systeem. Uh, Ze hebben daar variatie in. Zowel verdedigend als aanvallend. En ja, dat maakte die makkelijk. Zaterdagavond om half zeven begint PSV Vitesse in het Philips Stadion. Studio 40 is erbij en doet live verslag op de radio.